vandaag gaan we de Smoky Eye tutorial doen. En dat vind ik super leuk, want ik vind deze look gewoon heel erg tof. Het is niet dat ik hem super vaak draag, maar als ik dan naar een feestje ga en of uit eten, vind ik dit wel een leuke look. Hij is donker, hij is intens, maar hij is vooral heel edgy en heel draagbaar. Het is niet een hele strakke Smoky Eye met strakke lijnen. Daar hou ik zelf heel erg van. Alsof ik niet, ja, je ziet wel dat ik er wat aan heb gedaan, maar het is niet alsof ik er, alsof ik al die lijnen heel strak heb moeten trekken. En dat heb ik ook helemaal niet gedaan trouwens, want het is best wel makkelijk om dit te doen. Dat ga ik jullie zo meteen allemaal leren. Ik vind het, ik denk dat jullie het gewoon heel erg leuk gaan vinden. En ik ben heel erg benieuwd of jullie het na deze video ook gewoon gaan proberen en naar gaan maken. En natuurlijk doe ik hem omdat jullie een paar video's terug bij mijn reinigingsvideo heel graag deze look wilden zien. Dus vandaar ook dat ik hetzelfde knotje heb ingedaan en deze look weer heb nagecreëerd. Alleen deze keer om jullie uit te leggen hoe ik dat dan heb gedaan. Dus kijk snel mee, want we gaan aan de slag. Wat ik belangrijk vind is dat mijn foundation dekkend is. Of tenminste egaal. Ik heb hier en daar wat oneffenheden en tijd van de maand. Je kent het wel. Dus ik wil dat de huid lekker egaal is. Omdat die smoky eye zo heftig is, vind ik het lekker als de canvas gewoon heel clean is. En dus een beetje egaal. En smoky eye zie ik toch een beetje voor de avondlook. Dus dan vind ik dat er ook best wel wat op mag. In dit geval. Ik begin even met een primer. Zo. Deze is trouwens van Laura Mercier. De Hydrating Primer. Ga ik voor de MAC Studio Sculpt. En zo, nummer NC35 gemengd met NC42. Ik ben best wel geel van mezelf. Zoals je ziet, mijn armen ook. Ik breng hem dus best wel wat dekkend aan. Dus in dit geval maak ik mijn sponsje niet nat. Gewoon droog, zodat hij wat dekkender aanbrengt. Oké, dit is de foundation. Zoals je ziet heb ik hem best wel dekkend aangebracht. Maar dat ga ik zo meteen natuurlijk komen. Er veel meer nuances in. Op YouTube zie je heel vaak filmpjes. En dan beginnen mensen met de smoky eye. Omdat ze niet de rest eromheen willen ruïneren. En dan doen ze dus daarna pas de foundation. Ik vind het altijd lekker werken om op een, zeg maar, een mooi canvas een smoky eye aan te brengen. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik meer controle heb over hoe het totale uitzicht eruit komt te zien. Als je begrijpt wat ik bedoel. Verder naar de concealer. Die breng ik ook even lekker dekkend aan. Ik gebruik daarvoor Studio Finish Concealer Duo. NW20 NC25. Deze. En die gaan we lekker even aanzetten. Met deze Sephora kwast. Deze duo, deze is wat meer roze en deze is wat meer geel. En ik vind die combinatie gewoon heel mooi. Gewoon de punten uitlichten die je normaal uitlicht. En ja, belangrijk. Ik neem dus ook, een foundation heb ik ook over mijn ooglid aangebracht. En de concealer breng ik dus ook alvast daaraan om het uit te lichten. Dus dat is ook een soort van basis meteen voor mijn oogschaduw zometeen. Zo, de punten zijn uitgelicht. Ik poeder het geheel even af, want ik vind dat ook heel belangrijk bij smoky eye. Dat de rest gewoon, ja, het moet gewoon mooi zitten. Dat betekent, het moet altijd mooi zitten, maar in dit geval wil ik het gewoon strak. Die smoky eye is al een beetje een soort van edgy-achtig. Dus dan is het mooi als de rest gewoon heel mooi op zijn plek zit. En ik gebruik even een lichte poeder. Voor onder mijn ogen de Invisible weer van MAC. Die gebruik ik onder mijn ogen. Dat is een transparant poeder, maar wel heel licht. En die, nou ja, ik gebruik hem eigenlijk op de plekken waar ik mijn gezicht heb uitgelicht. Want kijk, als je heel erg gaat glimmen met een smoky eye, dan is het... Het wordt al snel te veel, laat ik het zo zeggen. Vind ik zelf, bij mezelf. En op andere plekken poeder ik hem af met Dior. Dior Skin Forever. Een hele mooie. Let op, wel redelijk dekkend. Dus meer voor de avond. Ik ga meteen door naar een bronzer. Bij een smoky eye vind ik het mooi als de rest van de huid wat gebronsd is. Want dat geeft een wat meer glowy fresh face. En omdat het al zo donker is, kan het zijn dat de rest van je huid meteen lichter lijkt. Dus ik zet hem even lekker aan. Met een goede bronzer. Le Beige van Chanel, nummer 50. En ga ik daar wat mee mengen? Ja, een beetje een geligere. Kijk, deze heeft een beetje wat meer rood. En hij is ook al bijna op. Deze is wat meer gelig. Dus ik ga die twee even een beetje mengen. Met een mooie grote kwast van MAC. Nummer staat hier niet op, maar vrij herkenbaar.
Is ook meteen bruin. Ik vind het mooi als bij deze smoky eye wel een beetje shaping is. Maar niet too much. Ik vind het vooral mooi als het een beetje gebronst is bij mij. Zoals je ziet, het gebronst effect is meteen heel mooi en zacht. Past trouwens heel mooi bij deze oranje kleur, vind ik zelf wel, met bruin haar. Warme kleuren. Smoky eye met warme kleuren, dat is echt mijn favorite. Jullie gaan het zien. Maar ik ga eerst nog heel even een klein beetje no shaping doen. Ik heb het laatst ook gedaan bij mijn Halloween filmpje. Misschien heb je dat wel gezien. En daar had ik hem echt best wel extreem geshaped. Heel dun en heel erg een kaaklijn. Was best wel freaky. Was zo leuk trouwens. Ik heb dus met mijn vriend een diner georganiseerd voor Halloween. En we hadden het hele huis, nou het leek wel een kerkhof, best wel eng met een rookmachine en rood licht. En kerkhof, steen en een bodybag hebben we. Ah, dat was echt heel erg, een bodybag met een vriendinnetje. Nou, dat is allemaal, maar het was zo leuk. We hebben spellen bedacht, dat wil je niet weten. Echt een van onze beste vrienden moest met zijn hoofd in een bak met maden. We hadden een stierenbal die ze moesten eten. Was uiteindelijk geen stierenbal, maar we deden alsof. En ze dachten echt dat het één was. Ze hebben hem wel opgegeten, bijna kotsend, maar ze hebben het gedaan. En uiteindelijk heb ik ze verteld dat het niet echt was. Dat terzijde. Ik ga weer even door met de nose shaping. Tijd voor een blush. One of my favorite producten. Ja, want je kan voor strak gaan, maar ik hou van een beetje liefelijk. Een liefelijk, zacht en dan toch die stoere smoky eye. Een beetje van alles wat. Dat vind ik ook altijd trouwens leuk in kledingstijl. Een beetje wel vrouwelijk, sexy, maar wel stoer. Gewoon een mengelmoesje daarvan of zo. Ik ben trouwens ook benieuwd hoe jullie Halloween was. Ik ben echt benieuwd. Heb je nou een hele leuke look gemaakt bij mezelf? Tag me dan. Ik vind dat zo leuk wat mensen allemaal doen. Goed, klaar met Halloween. We gaan even door. Ik heb dus even een subtiele blush aangebracht. Genoeg, vind ik hartstikke mooi. We gaan door naar de brows. Ik gebruik tegenwoordig deze van L'Oréal Paris. Welk nummer is dit? Van Paradise Pomade Ecstatic. Welke kleur is dit? Nou, je hebt er meerdere. Oh, Châtain 103. Het is een beetje een lichte kleur. Maar ik vind deze dus heel erg mooi. Er zit trouwens een heel fijn kwastje bij. Maar ik heb gewoon altijd een aantal favorites. En die is ietsje langer. Ook heel dun, maar ietsje langer. Brows bij de smoky eye. Ik vind dat ze wel een beetje vol mogen. Wat wilderig. Niet too much. Maar ja, het past allemaal bij elkaar. Dus ik vind het wel mooi als het gewoon een beetje uitgesprokener is dan dat het nu is. Oké, dat zijn de brows. Ik heb hier en daar wat gaatjes opengelaten. Dat vind ik nu wel leuk, want dat maakt het lekker een beetje wild, maar natuurlijk. Maar ik zie zo meteen wel als die smoky eye erop zit, of ik daar nog wat aan ga veranderen. Dat is het leuke ervan. Als eenmaal die smoky eye zit, kan je nog hier en daar de finishing touches doen. Highlighter. Ik ga voor Soft and Gentle van MAC. Deze. Shine. Een klein beetje highlight onder het wenkbrauwtje. Dus even een andere. Dit is een highbrow van Benefit. Gewoon om die wenkbrauw nog even ietsje meer uit te poppen. En dat is zometeen heel mooi bij die smoky eye. Daar gaan we! Dit lookje is zo makkelijk. En daarom vind ik het ook heel leuk om hem aan jullie te laten zien. Zodat jullie thuis ook heel makkelijk kunnen nadoen. Als je deze look ook bij jezelf leuk vindt althans. En vindt passen. Maar deze look past bij heel veel vrouwen. Ik begin met Laura Mercier. Deze heb je misschien al eerder in mijn video voorbij zien komen. Hij heet Cocoa Caviar Stick Eye Color. En dat is een hele fijne stick, vind ik zelf, omdat hij heel makkelijk blendt. Ik begin hem op te vullen met een donkerbruine stick. Ik ga tot mijn arcadeboog, dat bot wat je hier voelt. En ik werk hem een beetje naar binnen, zo. En ik volg ook mijn lash line. Wimperrand. Helemaal, maar lekker dik. Het hoeft nu ook nog niet mooi te zitten, want dat gaan we zo meteen gewoon blenden. Ik pak hem ook meteen hieronder. En ik houd hem rond bij mezelf, een beetje rond. Dus ik ga niet echt een katoog maken, maar gewoon een smoky eye, een beetje edgy, die je voor best wel veel gelegenheden kan gebruiken. Heb je nou geen oogbed hier, dus dat je een beetje een hooded eye hebt, wat je dan doet is dan creëer je gewoon
een groot stuk zwart. Dus dan ga je gewoon over je ooglid. Dus dan is dit, hangt er dan overheen. Maar dat maak je gewoon ook zwart. Dus je creëert het gewoon alsof dat er is. Zo. Dan pak je een vrij stevig kwastje. Ik vind deze heel fijn. Nummer 239 van MAC. Die is lekker stevig. Daarmee blend ik hem heel zacht. Of heel zacht, niet te ver omhoog. Een smoky eye moet natuurlijk lijken alsof het rokerig is. Betekent niet dat je helemaal tot je wenkbrauw moet gaan werken. Mag, maar ik vind het vaak nog een meest sophisticated als het zo net onder je arcadeboog uitkomt. Een soort rook zo. Dus werk hem niet te ver naar boven. En blend hem zachtjes in je oog. In dit geval ga ik mijn hele oog bruin maken. Dus hij mag lekker naar het midden geblend worden. Wat ik fijn vind hieraan is dat ik kleine bewegingen kan gebruiken met het kwastje. Dus centimeter voor centimeter smutje ik hem naar binnen toe. Ik pas op dat ik dus niet op te hoog ga. Maar daarom werk ik hem altijd naar beneden toe. Dus ik werk die lijn naar beneden toe. Zodat het niet hier meteen te veel wordt. En heb je dan nog veel aan die kant. Pak dan even die andere kant van het kwastje en blend die edges, de uiteindes. En ik trek mijn ogen een beetje op. Maar blijf dan vooral in de gaten houden hoe het eruit ziet als je rechtdoor kijkt in je spiegel. Want zo kijk je niet als je mensen aankijkt. Het moet kloppen als je zo kijkt. Dus als je gewoon aan het praten bent met mensen, wil je niet dat het too much is. En als je zo doet en je werkt vanuit daar, dan kan het anders worden dan je wilt. Bij het blenden doe je dat wel. Af en toe check je, gaat hij niet te ver omhoog? Nee, oké. En de onderkant. Door die eye base kan het best wel een beetje stroef zijn. Maar je moet hier gewoon even geduld voor hebben. Want als het eenmaal goed geblend is, blijft het dus ook echt op zijn plek. Ja, die gekke bewegingen met de mond, dat hoort nou eenmaal erbij. Als die een beetje van zijn plek afkomt, dan blend ik hem met mijn vinger. Want die is een beetje stroef, een beetje warm. En die kan ook dan heel mooi het product nog een kant op smutsen. Ik haal hem dus een beetje rond. Vind ik mooi bij mijn ogen. Dat katachtige vind ik bij mij net iets te spits. Misschien omdat mijn neus een beetje spitsig is. En ik weet niet. Bij mij vind ik dat ronde gewoon net even iets zachter. Dan ga ik natuurlijk meteen eventjes de andere kant ook doen. Dit is de basis van een smoky eye. Dit kan je natuurlijk ook doen met een gewoon donkerbruin potlood of een zwart potlood. Eigenlijk het belangrijkste van een smoky eye is een koolpotlood of een potlood wat je kan blenden. En dan ben je eigenlijk al klaar met één product. Maar ik ga hem wat intenser maken en met wat meer warmte werken. Omdat ik dat gewoon heel erg mooi vind. Maar dat is wel echt een key product voor een smoky eye natuurlijk. Daarbij, ik kies voor bruin. Ik hou zelf niet zo van zwart en grijs tinten. Dat vind ik bij mezelf iets hards hebben. Dat vind ik niet zo mooi staan. En bruin en aardetinten kunnen bijna bij elke kleur oog. Eigenlijk bij alle kleur ogen kan deze kleur gewoon heel erg mooi. Goed, het hoeft nu ook nog niet helemaal perfect. Dan ga ik over naar een zwart koolpotloodje. Deze is van L'Oréal Infallible. Infallible. Ja, gel crayon 24 uur waterproof. Want die smoky eye is meestal voor 's avonds. Dan ga je misschien wel. Dan wil je gewoon dat het goed blijft zitten. Of je gaat feesten. Of je gaat van daar naar daar. En dan blijft het gewoon allemaal lekker goed zitten. Dus deze vind ik top daarvoor. Want hij is heel cremmig. Hij blendt meteen heel goed. Gewoon zo dicht mogelijk tegen de wimperrand aan ermee. En deze hou ik iets minder dik. En een klein beetje tegen die wimperrand aan de onder. En natuurlijk in de waterlijn, maar ook in de bovenste. Zodat je hier ook geen huidskleur ziet zoals hier. Lijkt net of ik nu mijn middelvinger opsteek naar jullie, maar dat is natuurlijk niet zo. Je wil gewoon dat die lekker intens is vanuit dat oog. Dus eronder en daarboven. Althans, dat vind ik mooi van mezelf. Pak ook meteen het hoekje mee daar, zoals je ziet. Dus eigenlijk binnen rondom en buiten rondom. Maar niet too much. En deze gaan we ook weer blenden. Van boven naar beneden. Want als ik hem zo ga blenden, dan blijft die intensiteit niet tegen die wimperrand aan. En dan gaat het overal zitten. Dus ik blend hem van boven naar beneden. Zodat hij goed die wimperrand in kan gaan. En onder blend ik hem wel op en neer.
Heel intens is die nu. En dat is goed. Ik hou hem eventjes alleen al rondom de ogen. Want ik ga met poeder hem zo meteen afmaken. Dat fixeert meteen. Dus als je een potlood gebruikt en daar poeder overheen doet, iets poederachtigs, zoals een oogschaduw in dit geval, dan fixeert hij hem automatisch beter. Nou heb ik een soort potlood gebruikt wat van zichzelf al vrij stroef is, maar dat is goed, want dan blijft het allemaal alleen maar des te beter zitten. Het hoekje is ook belangrijk, dat die mooi goed zwart wordt. Dit is het gedeelte met de potloodjes. Dus daar hebben we 2 potloodjes voor gebruikt. En nu gaan we naar de poeder. Maar voordat ik daaraan begin, doe ik even een beetje losse poeder onder mijn oog. Ziet er even een beetje stom uit. Maar als er dan oogschaduw valt op de onderkant, dan kan ik het zo meteen zo wegvegen met de rest van dit witte, transparante poedertje. Dat ziet er gek uit. Maar goed, dit is echt een heel handig trucje. Ik gebruik het palet van Narcist. Dit is gewoon de loaded paletje. Die heb ik gisteren pas gevonden. En ik vond dit zo'n mooi kleurenpalet. Jullie kennen mijn palet wel waar ik vaker mee werk. Deze. Maar deze lijkt er best wel veel op. En ik heb die kleuren gezien en die zijn zo mooi. Dat ik dacht, deze moet ik hebben. Die ga ik ook meteen gebruiken. Ik vind het dus mooi als ik die basis van het donkerbruin nog even goed aanzet met poeder. Waardoor die ook weer fixeert. Dus ik gebruik dan de donkerbruine. En daarvoor gebruik ik een 217 van MAC. Dit is mijn favorite blend kwast. Die zet ik in de arcadeboog. En daarmee tik ik eigenlijk alleen maar even de arcadeboog een beetje aan. Zodat die wat intenser wordt. Heb je nou geen zichtbare arcadeboog, omdat je een hooded eye hebt, creëer dan gewoon die arcadeboog. Dat kan. Ik dep deze even af, dat kwastje. Zodat hij weer een beetje schoon is. Dus er zit eigenlijk nu niks meer aan. En dan blend ik hem even dat hij er goed in zit. En dan, dat vind ik altijd echt het allerleukste van een smoky eye, is een oranje kleur pakken. Deze. Kan ook een beetje met je bronzer natuurlijk, maar een intenser oranje kleurtje zorgt voor dat die nog zachter wordt. Doe deze in mijn arcadeboog. Een beetje over die andere heen. En een beetje net over dat randje heen. Zodat die daar iets meer op kleurt. Zie je? Dan krijg je zo'n soort van oranjeachtige uitloop. En dan doe ik met mijn kleinere kwastje ook onder mijn oog. En ik ga er eigenlijk gewoon overheen. Zodat hij wat lichter wordt in zijn geheel. Kijk, dan wordt hij een beetje zo. En ik blijf hem blenden tot ik hem mooi zacht genoeg vind. En blijf ook af en toe dus rechtdoor kijken in je spiegel. Trouwens, even over dit palet gesproken. Heb je nou thuis nog helemaal geen palet? Weet je niet zo goed welk palet je moet kiezen en wil je niet meteen een dure aanschaffen? Deze is €55 ongeveer. Waar ik hem heb gekocht. En ik heb een heel mooi paletje gezien. Die heb ik ook meteen meegenomen. Die is van Essence. En die heeft ook hele mooie kleuren. Kijk. Daar kan je dus ook een beetje dit effect mee creëren. De oranje is natuurlijk, dit is meer paarsig. Maar daar kan je dus ook ongeveer dit effect mee creëren. En deze is echt iets van €3. Dus begin je er net mee of heb je dit nog nooit gedaan. En je wilt eerst even uittesten voordat je gaat naar een wat duurder paletje. Dan is dit echt een hele mooie optie daarvoor. Heel mooie kleurtjes hebben ze. Ik ga even naar mijn andere oog. Niet helemaal perfect als hij maar zacht is weggeblend. Dus dat hij iets hoger is daar of daar. Dat vind ik eigenlijk juist best wel leuk. Als het te perfect is, dan lijkt het ook zo alsof je heel erg je best hebt gedaan. En het moet lijken alsof het gewoon een beetje bij je hoort. Zo. Of zoiets. Ik ga echt overal met het oranje. Dus helemaal hier rondom ook. Eigenlijk is er niet heel veel geknoeid hieronder, zoals je ziet. Dus ik ben het ook een beetje zat. Ik ga het er alvast even afhalen. Daar moet je alleen even mee oppassen met wat goedkopere producten. Het kan zijn dat die wel wat meer naar beneden brokkelen. Dus dan is dat witte wel heel erg ideaal. Maar hiermee gaat het eigenlijk hartstikke goed. Oké, dus ik heb hem best wel rond. En dat vind ik fijn. Ik vind rond cool.
Nog best wat onder mijn ogen. Goed, ik ga hem nog even ietsje intenser maken met oranje. Plak nog even voor de intensiteit nog even een nepwimpertje erop. Wat je natuurlijk niet heel goed zal zien zitten. Omdat het zo donker is, maar toch als je beweegt of van de zijkant is het leuk als er dan zo'n mooi wimpertje overheen valt. Ik gebruik die van Queen Tarzi. Die heet Alaya. Dat is een lekker intens wimpertje. Ik heb ze even wat korter geknipt. Een zwarte duolijm. Want bij een smoky eyes wil je natuurlijk niet dat jouw mooie make-upje wit wordt van de witte lijm. Al droogt witte lijm vaak wel transparant op. Ik vind het toch een soort van heel glimmend effect geven daarna. En ik heb best wel matte kleuren gebruikt. Omdat ik vind dat mat wat intenser is. Je kan natuurlijk voor smoky eye ook glimmende spulletjes gebruiken. Word je wel minder intens van. Dus als je voor glans gaat, zou ik hem alleen op het oogbed gebruiken. Kan ik zo meteen nog wel een beetje eroverheen doen. Dat is prima. Maar we gaan eerst even die nepwimper opplakken. Ik gebruik hier dus eentje die veel haren heeft. Het geeft gewoon net even wat meer kracht. Als je een dun wimpertje op doet, zal je hem bijna niet zien. Vervolgens plak ik deze mascara even aan elkaar vast. Dat doe ik met de L'Oreal Miss Baby Roll Mega Volume. De wimpers hebben al heel veel volume, dus ik wil niet in die puntjes komen. Want dan krijg je een soort van dat ze aan elkaar gaan plakken. Dat wil ik niet, dus ik doe het alleen even bij die aanzet. Zodat die echte wimpers, die wat lichter zijn, er mooi in blenden. En dat zorgt er ook meteen voor dat die wimpers beter vast blijven zitten. En natuurlijk meteen even de onderkant. Nou heb ik wel eens dat als ik naar beneden kijk, dat dan de lijm alsnog een beetje weer kaatst. Dus voor de zekerheid doe ik daar even een eyelinertje op. Deze is van Chanel Signature de Chanel. En dan dep ik die zo een beetje op dat wimperlijmlaagje. Ik ga mijn smoky eye nog een beetje uitblenden met een hele intens roze kleur. Niet helemaal, alleen aan die edges, zeg maar aan de buitenkantjes van de smoky eye. Roze met oranje werkt echt heel mooi. Maakt het ietsje zachter. Dus dan kunnen die wenkbrauwen ook wel wat donkerder. Ik vind het nooit zo mooi. Als je naar beneden kijkt, en er zijn een paar haartjes zoals deze. Iets te veel mascara aan zit. Dus ik haal altijd dan een beetje met mijn nagels puntje weg. Ik vind onderste mascara vind ik wel mooi, maar niet te lang. Ik doe niet altijd een wimpertje, maar ik vond het nu wel leuk bij deze look. Ik vind, juist misschien omdat ik een oranje trui heb, doe ik nog een klein beetje wat meer oranje blush op. En nog even wat op mijn lippen. Ik ga nu voor een wat peach-achtigere toon. Zo, even afkloppen. En dan toch een beetje lachen. En je ziet, dat komt ook heel mooi terug in mijn trui. Ik klopte hem zelf niet af, zag je het? Lekker dan. Hij wordt nu wel een beetje veel. Even een schone kwast. Blend is your friend, joh. Het is zo leuk, blenden. Ik moet gewoon even geduld voor hebben. Zoals je ziet heb ik daar twee uitstulpjes van puistjes. Daar maak ik gewoon een moedervlekje even snel van. Voilà. Net zoals dat ik bij Michelle had gedaan in mijn acne video. Trouwens, die was super goed bekeken en ik kreeg zoveel leuke reacties. Dank jullie wel daarvoor. Ik geloof dat het gewoon echt een heel groot probleem is onder heel veel vrouwen en meiden. Dus ik ben heel blij dat ik daar iets heb aan toe kunnen voegen in jullie beauty routine. En dan moeten we natuurlijk nog even lippen doen. Ik vind bij zo'n smoky eye die best wel intens is, nude kleurige lippen het allermooist. Dus ik ga even een mengelmoesje maken. Ik begin natuurlijk even met een lippotlood van Boldy Bear. Ik hou trouwens ook van MAC, Boldy Bear. Ik hou hem trouwens vrij mat. Ik ga natuurlijk even mijn eigen lippenstift opdoen. Want die is vrij nude. Wel een beetje roze peach-achtig. Ik heb hem even gemengd met een andere Balmain lipstift. Even kijken welk nummer dat is. Urban Safari. Van Balmain L'Oreal. Samen met die van mezelf. Jelly. Dit is de look geworden. Het is een smoky eye met bruinkleurige tinten. Die ik heb geblend met een beetje oranje en roze.
En heel subtiel die kleur, maar dan in een nude vorm weer terug heb gebracht in mijn lippen. En het belangrijke hiervan is dat ik de rest heel bronzy heb gehouden en glowy. Want dat maakt het gewoon fris. Want met een smoky eye kan je hebben dat je gezicht gewoon wat witter lijkt. Omdat het zo'n harde kleuren zijn, zo rondom je oog, kan het dat effect hebben. Dus ik hou hem graag lekker dewy en bronzy. Maar wel gematteerd op de juiste plekken, omdat er al zoveel gebeurt in je gezicht, wil je niet ook nog dat je huid afleidt met glim. Shine mag, glimmen niet. Deze look is voor iedereen denk ik wel haalbaar. Heb je heel veel rood in je huid, vermijd dan die hele warme tinten. En probeer diezelfde kleurtinten te vinden, maar dan in wat koelere vormen. Ik denk dat het belangrijk is dat je er gewoon goed bij voelt. En het belangrijkste is eigenlijk een potlood. Als je een potlood hebt, kan je al heel veel. Maar met oogschaduw kan je je smoky eye gewoon wat meer blenden en wat meer in de kleuren doen die jij wilt. Dus ik heb het allemaal een beetje in die warme kleuren gehouden. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. En dat ik hiermee je vragen heb beantwoord. Omdat jullie deze look, in ieder geval heel veel vragen kreeg over deze look. Hoop ik dat ik hiermee genoeg heb geholpen. En ik hoop je volgende week weer te zien met een nieuwe video. En vergeet niet thumbs up als je deze video leuk vond. En alsjeblieft laat me weten wat je graag de volgende keer zou willen zien. Tot volgende week. Dag!